sta hier op het Sint-Pietersplein. Nou, niet echt op het plein, maar onder de kolonnades in de linkerzijarm van het plein. Omdat het behoorlijk aan het regenen is. En ja, iedereen is een beetje aan het schuilen of staat onder een grote paraplu. Het is zaterdagmiddag en eigenlijk zou er geen kip meer moeten zijn op het Sint-Pietersplein. Want de politie had aangekondigd dat ze alles zouden afsluiten. Maar om de een of andere reden is het nog steeds erg druk. En de politie maakt geen aanstalten om mensen naar verder gelegen plaatsen te verdrijven. Dus voorlopig blijf ik gewoon maar eventjes hier filmpjes maken. En ik heb weer een vraag via Twitter binnengekomen van Stefan van der Horst. Die vraagt via Twitter, ons Twitter-account Zaligverklaring. Leuk om het zo te volgen. De paus leeft helaas niet meer. Wordt men ook wel eens zalig verklaard tijdens het leven? Nee, dat gebeurt eigenlijk niet. De zaligverklaring en ook de heiligverklaring, dat is eigenlijk de tweede stap na de zaligverklaring, zijn eigenlijk niks meer dan een bevestiging dat iemand niet alleen heel heilig en voorbeeldig heeft geleefd, maar ook vrijwel zeker dicht bij God is in het hiernamaals. En daarom is ook een van de onderdelen van het hele onderzoek niet alleen een onderzoek naar wat iemand heeft geschreven en gezegd, maar is er ook altijd een wonder noodzakelijk, bijna als een soort teken vanuit de hemel, dat iemand in de hemel is en dus ook voor ons ten beste kan spreken bij God. Daarom wordt Johannes Paulus II pas na zijn dood zalig verklaard. Dat wil niet zeggen trouwens dat ze niet tijdens hun leven al heel heilig waren. Sterker nog, als ze niet tijdens hun leven heilig en heel zalig waren geweest, dan zouden ze ook nu niet heilig of zalig worden verklaard. Ik hoop dat het voldoende antwoord is. Als je nou zelf een vraag hebt die je me wilt stellen over de zaligverklaring, over het Vaticaan of over het katholieke geloof in het algemeen, twitter me dan via onze account Zaligverklaring. En je kunt ook alle filmpjes volgen op onze speciale website zaligverklaring.rkk.nl. Vanuit Rome ben ik Roderick van Heugen voor RKK.